En dan nu? Hallo kijkers. Kijk, ik heb de helm op. Jasje aan. Laarzen. En ik mag namelijk eventjes de trap op. Inderdaad, de trap op naar de nieuwe brug. Aanstaande vrijdag gaat de brug officieel open en dan kan daar heel veel verkeer overheen dat niet in de stad hoeft te zijn en zo een beetje om het centrum heen kan rijden. U kunt de brug straks ook overwandelen of fietsen en wat wil nou het geval? Er is maar aan één kant een fietspad met twee stroken en er is een wandelpad. Het is zaak van tevoren goed te bedenken waar u naartoe wilt, want anders bent u genoodzaakt een heel eind om te fietsen dan wel om te lopen. Daar is van tevoren wel over nagedacht en dus is er ter hoogte van de Winselingseweg een trap en een lift gemaakt. Ik ben de trap vandaag even voor u opgelopen en wilde met de lift weer naar beneden, maar zoals u gezien heeft was de reling bij de lift nog niet helemaal af. Knap werk hoor die brug, het ziet er mooi uit. Vanaf vrijdag 23 november mogen we er met z'n allen overheen en weer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. En onder de brug is er ook alweer een nieuwe skateplek.